Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt nog bewolking boven Nederland en die bewolking is vooral in het noordwesten dikker met nog wat neerslag. Dat kan een winters karakter hebben. Maar vanochtend trekt die laatste sneeuw ook geleidelijk het land uit. En aan het eind van de ochtend is het op de meeste plaatsen droog, begint het in het noordoosten al langzaam op te klaren. Temperatuur in de ochtend rond of iets boven nul, vanmiddag oplopen naar 2 tot maximaal 7 graden. Het warmst is het in het zuidoosten. Vooral in het oosten en noorden breekt de zon door. Misschien nog een spatje motregen in het zuidwesten, maar de neerslagkansen zijn klein. Opklaringen winnen vanavond terrein en dan daalt de temperatuur zeker in de noordelijke helft alweer snel richting het vriespunt. In de nacht vriest het op veel plaatsen licht en morgen wordt het 4 tot maximaal 8 graden. Een zonovergrote dag met een matige oostelijke wind. En dat weer hebben we eigenlijk de dag daarna ook. De zon houdt het voor het zeggen op de dinsdag en ook woensdag hebben we nog een redelijk zonovergrote weerbeeld. Temperaturen lopen ook verder op. Woensdag in het zuiden van het land 13, op enkele plek misschien zelfs wel 15 graden. Donderdag neemt de bewolking toe en er is ook kans op een klein beetje regen. Temperaturen blijven ook dan nog zeer hoog. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.